In de vorige videoles zijn we geëindigd met de gipsenergie als drijvende kracht voor corrosiereacties. We hebben een soort van inleiding en we een welbepaalde reactie besproken, waarin dat we ijzer hebben gebracht in een oplossing van kopersulfaat. En het gevolg was dat de koperionen van het kopersulfaat een neerslag gaven op het ijzeroppervlak, neerslag onder de vorm van zuiver koper. En dat ook tegelijkertijd het ijzer in oplossing ging en ijzerionen in de oplossing bracht. In een volgend punt gaan we een galvanische of een elektrochemische cel bespreken. En dan ook meer bepaald kijken naar wat is een anodische en wat is een kathodische reactie. We gaan starten met het gedrag van een onedele en een edele elektrode wanneer we die brengen in een elektrolyt. We gaan dat een beetje hypothetisch benaderen. En we starten met de bespreking van een onedele elektrode. En in dit geval heb ik opnieuw mijn ijzerelektrode als voorbeeld genomen. Die heb ik hem gebracht in een oplossing en dat is een sulfaatoplossing. Het eerste dat zal gebeuren in deze oplossing, en omwille van het feit dat we hier te maken hebben met een onedele elektrode, bestaat er een enorme drang van het ijzer om over te gaan naar zijn ionvorm. Of met andere woorden, als ik dat schematisch voorstel, krijg ik inderdaad de vorm van die ijzerionen. En na verloop van tijd zitten er in uw oplossing dus ook een aantal van deze ionen. Hier zo voorgesteld. Dat is dus de eerste fase. Ik kan deze eerste fase ook gaan optekenen in een soort van chemische reactie, maar we noemen dat een halfcelreactie, omwille van het feit dat we dus de overdracht van elektronen ook laten zien. En ik ga het ijzer oplossen naar zijn ijzerionen. Dus dat wil zeggen, als ik de reactie in deze richting zou tekenen onder deze vorm, dan is de richting naar links. Aan het rechterdeel heb ik een neutraal ijzeratoom. Ik vorm ijzerionen. Dus dat wil zeggen, dit in zijn totaliteit moet ook neutraal blijven. Dus dat wil zeggen, ik heb ook twee elektronen die vrijkomen. Dat is dus de eerste fase. In een tweede fase kunnen we zeggen, ja, als we van onze ijzerelektrode, wat in eerste instantie een neutrale elektrode is, als we daar ijzerionen van afnemen, dan gaan we positieve ladingen wegnemen van deze elektroden. Of met andere woorden, dan wordt relatief gezien die elektrode dus ook negatief. Dus vandaar dat we dus hier ook het minteken hebben geschreven. Dus mijn elektrode wordt meer negatief. Natuurlijk, als de elektrode meer negatief wordt, dan zou ook het omgekeerde kunnen gebeuren. Namelijk, mijn positieve ionen, en dat zijn die positieve ijzerionen, die worden nu opnieuw aangetrokken door deze elektrode, omwille van het feit dat deze elektrode negatief is geworden. Of met andere woorden, ik krijg dus ook nu een tegengestelde stroom. Dus ijzerionen vanuit de oplossing gaan opnieuw neerslagen op de ijzerelektrode. En als ik dat zou voorstellen in deze halfcelreactie, dan heb ik een tweede fase en bij de tweede fase kan ik zeggen dat de pijl verloopt van links naar rechts. Dus dat wil zeggen, ijzerionen vanuit de oplossing slagen opnieuw neer op het ijzer. En dan krijg ik dus een tegengestelde stroom. Men zegt, als deze twee stromingen, dus als beide ionenstromingen aan elkaar gelijk zijn, dan heeft de ijzerelektrode de evenwichtspotentiaal bereikt. En een evenwichtspotentiaal, dat is een potentiaal dat ik voor dit moment nog niet kan meten, maar het is er wel. Op eenzelfde manier kunnen we het gedrag van een edele elektrode gaan bestuderen. En als voorbeeld nemen we dus onze koperelektrode die gebracht wordt in een oplossing van kopersulfaat. In een eerste instantie, en dat is dan ook de eerste fase, we hebben gezien dat koper neiging heeft om over te gaan van ionvorm
naar vaste vorm, of met andere woorden, we krijgen een stroming vanuit de oplossing van koperionen naar het koper. Als we dat opnieuw gaan voorstellen met onze halfcelreactie, dan krijgen we inderdaad koperionen tweewaardig positief plus twee elektronen geeft mij inderdaad de vorming van koper als vaste stof. Natuurlijk, door deze beweging zal de koperelektrode relatief gezien positiever worden qua potentiaal. En natuurlijk, als mijn elektrode positiever wordt, dan gaat hij opnieuw koperionen die ook positief zijn gaan afstoten. Vandaar dat ik dus ook een tegengestelde stroming ga krijgen, dus de uitstoot van koper naar tweewaardig koperion. Als we dat voorstellen in deze halfcelreactie, is dat uiteraard pijl naar links. Ook weer opnieuw, wanneer dat beide stromingen aan elkaar gelijk zijn, dan zal de koperelektrode zijn evenwichtspotentiaal hebben bereikt. In werkelijkheid zullen deze twee apart beschreven fasen voor het bereiken van het evenwichtspotentiaal simultaan optreden. Vandaar, wanneer we een elektrode in een oplossing brengen, zal dat evenwichtspotentiaal dus ook direct optreden. We gaan nu de opbouw en de werking van een galvanische cel bestuderen, waarbij dat we opnieuw vertrekken van onze twee elektroden, namelijk onze onedele elektrode en onze edele elektrode. Beiden worden geplaatst in een compartiment. Voor onze onedele elektrode, dus de ijzerelektrode, gaan we hier een oplossing voorzien van ijzersulfaat, waarbij dat de concentratie van ijzerionen op voorhand al is vastgelegd op 1 mol per liter. En aan de rechterzijde hebben we het compartiment waarbij dat we een kopersulfaatoplossing gaan brengen. En de concentratie van koperionen in deze sulfaatoplossing is ook gelijk aan 1 mol per liter. We hebben gezien in het vorige punt dat ijzer een onedel metaal is, waarbij dat relatief gezien die elektrode negatief zal zijn. En de koperelektrode is een edel metaal en daar zal de potentiaal relatief gezien positief zijn. We gaan nu beide elektroden met elkaar verbinden met behulp van een uitwendige kring, waarbij dat we de spanning gaan meten tussen onze twee elektroden. En die spanning gaan we meten uiteraard wanneer dat de schakelaar open staat. Dus in een eerste fase zeggen we schakelaar open. Vermits onze ijzerelektrode onedel is en ook negatief is gepoold, en de koperelektrode relatief gezien positief wordt gepoold, gaan we hier een afspraak maken. En dat is zowat in tegenstelling met de afspraken in elektriciteit. We noemen de negatieve elektrode of de onedele elektrode noemen we de anode. Dus onthoud dat goed, want dat gaat later nog veel terugkomen. En de positieve elektrode noemen we hier kathode. Als we de spanning gaan meten tussen onze twee elektroden, dan gaan we een welbepaalde waarde hebben, maar die waarde is afhankelijk van de omstandigheden. En wij gaan hier gebruik maken van de standaardvoorwaarden, en dat hebben we ook gezien dus met die gipsenergieën. De standaardvoorwaarden voor chemie, dat is dat de temperatuur gelijk is aan 25 graden Celsius, of 298 Kelvin. Dat is dat we ook ervoor zorgen dat de concentraties van ijzerionen en ook de concentratie van koperionen gelijk is aan 1 mol per liter. En als ik aan die voorwaarden voldoe, dan ga ik een spanning meten tussen de kathode en de anode. En dat noemen we dus een soort van spanningsverschil. En we onthouden goed, ons spanningsverschil is in ons geval hier de spanning van de kathode min de spanning van de anode. Dus een positief potentiaal en een lager potentiaal. En dat geeft mij een
positief potentiaal van 0,784 volt. Dus dat wil zeggen, mijn voltmeter gaat inderdaad deze waarde meten. In een tweede stap gaan we de schakelaar S sluiten van de galvanische cel, waarbij dat beide elektroden op dezelfde potentiaal worden gebracht, want ze worden dus kort gesloten. De spanning over de voltmeter zal nu gelijk zijn aan 0 volt. En beide elektroden gaan naar hetzelfde potentiaal en dat noemen we dus een gemeenschappelijk potentiaal of een mengpotentiaal. Vermits de potentialen van beide elektroden aan elkaar gelijk zijn, ga ik hier de plus en de min sowieso weglaten, want dat heeft hier geen zin meer. Maar ik kan wel zeggen dat de potentiaal van de ijzerelektrode in vergelijking met zijn vorige evenwichtspotentiaal nu vergroot is. Dat wil zeggen, mijn elektrode wordt meer positief en gaat dus inderdaad deze stroom verminderen, want positief en positief gaat elkaar gaan afstoten. Dus de groene pijl gaat grotendeels wegvallen of volledig wegvallen. Zodanig dat aan de kant van de ijzerelektrode hoofdzakelijk een oplossing zal gebeuren van ijzer naar ijzer 2+. En dat noemen we dus een anodische reactie. En eigenlijk is dat dus een oxidatiereactie. Dus ook getekend als halfcelreactie. Als ik ga kijken naar de kant van het koper, daar kan ik zeggen dat de elektrode, de potentiaal van de elektrode in vergelijking met de evenwichtspotentiaal nu lager geworden is, omdat we dus ook streven naar datzelfde mengpotentiaal. Dus dat wil zeggen, als mijn potentiaal verminderd of kleiner geworden is, zal er ook meer koperionen opnieuw naar het oppervlak gaan. Dat wil zeggen, we krijgen hier de neerslag van koperionen naar koper en dat noemen we dan in dit geval de kathodische reactie. Als ik ga kijken naar de voedingen van de verschillende halfcelreacties, dan is het eigenlijk vrij eenvoudig. We krijgen dus hier hoofdzakelijk een anodische reactie, waarbij dat in het materiaal elektronen vrijkomen. En deze elektronen zullen deze reactie gaan voeden, omwille van het feit dat deze halfcelreactie diezelfde elektronen dus ook wel nodig heeft. Vandaar dat er in de uitwijdende kring tussen de twee elektrodes een soort van elektronenstroom zal ontstaan, die dus hier is aangeduid. En die elektronenstroom zorgt ervoor dat de reacties zullen plaatsvinden. Indien we beide reacties met elkaar gaan optellen, dan zien we dat zowel links als rechts dat aantal elektroden wegvalt, want dat wordt met elkaar gecompenseerd. En dan krijgen we terug onze reactie van de vorige keer, namelijk ijzer plus koper 2+ geeft mij ijzerionen plus een afzetting van koper. En dat is dan de situatie wanneer dat de schakelaar gesloten is. Toch ook zeker belangrijk om hier te vermelden, dat is dat er twee typen van halfcelreacties zijn. Bij een eerste halfcelreactie gaan we van een vaste vorm naar ionvorm, dus in dit geval positieve ionen. We hebben dat inderdaad een anodische reactie genoemd. En een anodische reactie is dus altijd een oxidatiereactie. Als we gaan kijken naar de onderste halfcelreactie, daar gaan we dus van ionvorm naar vaste vorm. Dat hebben we dus een kathodische reactie genoemd. En een kathodische reactie stemt dus overeen met een reductiereactie. Dan misschien ook nog even vermelden wat de betekenis is van die zoutbrug. Wel, als deze reacties zullen doorgaan, dan krijg ik aan de linkerkant een uitstoot van positieve ijzerionen. En die worden dan gecompenseerd door chloorionen, omwille van het feit dat die negatief zijn, zodanig dat elektrisch gezien uw oplossing nog altijd neutraal blijft. En als we gaan kijken naar de kant van het koper, daar krijgen we het verdwijnen van positieve koperionen.
En dat wordt dan gecompenseerd door kaliumionen die dus ook vanuit die zoutbrug in de oplossing worden gebracht. We gaan nu over tot de belangrijke Nernst-vergelijking, waarbij een verband kan worden gezocht tussen enerzijds de spanning gemeten tussen de kathode en de anode en anderzijds de delta G-waarde van de reactie. We beschouwen terug de reactie die al zeer goed gekend is, maakte ook deel uit van onze galvanische cel. En we hebben vroeger ooit opgezocht in tabellen wat de delta G0298 waarde was van deze reactie. En dat was min 151.292 joule per mol, waarbij het minteken duidt op het verloop van de reactie, zoals ook aangeduid hier, van links naar rechts. Let wel op, deze delta G-waarde is geldig onder standaardvoorwaarden, dus dat wil zeggen bij een temperatuur van 298 Kelvin en telkens een concentratie van ijzerionen en ook koperionen van 1 mol per liter. Dus dat waren de standaardvoorwaarden. Algemeen kunnen we zeggen dat een delta G-waarde, dus ook onder niet-standaardvoorwaarden, gelijk is aan de energie die vrijkomt wanneer 1 mol van een stof wordt gevormd. Of met andere woorden, als we gaan kijken naar energie en we gaan dat elektrisch bekijken, dan is dat altijd spanning maal elektrische lading. Of als we naar energie per mol gaan kijken, is dat gelijk aan de spanning maal de elektrische lading die wordt getransporteerd door 1 mol en dat dus per mol. De spanning hebben we reeds gedefinieerd en de spanning noemen we in ons geval delta ET, of we gaan het ook afkorten door gewoon te zeggen ET, want we gaan een spanning meten tussen een kathode en een anode. En dat is ook de definitie van onze spanning. Onze spanning is altijd de spanning gemeten tussen de kathode en de anode. De T duidt erop dat niet per se de temperatuur gelijk moet zijn aan 298 Kelvin, maar dat kan dus eventueel ook bij een andere temperatuur gemeten worden. Als we gaan kijken naar de elektrische lading per mol, dan kunnen we zeggen dat dat overeenkomt met enerzijds per mol heb je een aantal atomen en dat aantal is vastgelegd door het getal van Avogadro. Per atoom heb je waarschijnlijk ook een aantal elektronen die gaan overspringen. Dat aantal elektronen dat overspringt per atoom noemen we N. En dan hebben we dus ook de lading van een elektron. En die lading van een elektron is ook terug te vinden. Nu, als we dat praktisch gaan bekijken, dan kunnen we zeggen N is gelijk aan het aantal overgedragen elektronen per atoom. En de lading van een elektron maal het aantal atomen. Je vindt deze waarde ook terug in de cursus. De lading van een elektron zeer klein, aantal atomen zeer groot. Wel, als je die beiden met elkaar vermenigvuldigt, dan kom je een welbepaalde constante uit. En dat is de constante van Faraday. En de eenheid van de constante van Faraday is dus inderdaad gelijk aan Coulomb per mol. En als we dat gaan uitrekenen, dan komt dat neer op een getal 96.487 coulomb per mol. We grijpen nu terug naar onze galvanische cel van der juist, waarbij dat dus de reactie ook reeds was geschreven. En de reactie ging verlopen van links naar rechts op voorwaarde dat de delta G-waarde kleiner was dan 0. Maar we hebben ook gezegd de reactie zal verlopen van links naar rechts, op voorwaarde dat het spanningsverschil tussen beide elektroden een positieve waarde heeft. En dat is omdat wij een definitie gegeven aan die meting van die spanning, want dat is gelijk aan de potentiaal van de kathode min de potentiaal van de anode en dat moet dus groter zijn dan dat. Als ik ga kijken naar het verband tussen enerzijds de delta G-waarde en de spanning die gemeten wordt over de elektroden,
Dan hebben we dat er juist afgeleid en dan kunnen we zeggen dat inderdaad de spanningsverschil tussen beide elektroden gelijk is aan de delta G-waarde gedeeld door NF. Maar dan zit ik wel met een probleem, want de reactie verloopt van links naar rechts op voorwaarde dat de delta G-waarde kleiner is dan 0, maar ook op voorwaarde dat de spanning tussen de elektroden groter is dan 0. Nu, om dat op te lossen, gaan we dat invoeren met een minteken, zodanig dat een negatieve delta T-waarde leidt tot een positieve ET-waarde. En ET is dus de spanning gemeten tussen de elektroden, dus de koperelektrode en de ijzerelektrode. Omdat wij in deze cursus altijd zullen werken met een temperatuur van 298 Kelvin, dus de referentietemperatuur, gaan we dus ook alle T's vervangen door 298. En ik ga kijken naar de algemene formule die geldig was voor de berekening van de delta G-waarde bij een niet-standaard voorwaarde, maar wel bij een temperatuur van 298 Kelvin. En dan had ik dus deze formule. Waarbij dan ik kan zeggen dat de delta G-waarde onder niet-standaard voorwaarden gelijk is aan de delta G-waarde met wel standaard voorwaarden, en dat zal dan iets te maken hebben met de concentraties. En dan komt dus hier nog die term bij met dat natuurlijk logaritme en dan de verhouding van de concentraties. We kunnen ook al zeggen, en dat is dan afgeleid van deze formule, dat dat gelijk is aan min nf maal E298. Als ik nu beide termen of alle termen van deze vergelijking deel door min nf, dan kom ik de volgende vergelijking uit, namelijk E298, dus de spanning gemeten tussen de koper- en de ijzerelektrode bijvoorbeeld, is gelijk aan diezelfde spanning gemeten tussen beide elektroden, maar onder standaardvoorwaarden. En omwille van het feit dat hier dat minteken staat, gaat dat van dat plusteken dus ook een minteken maken. Dan heb ik dezelfde formule, behalve dat ik dus hier ook nog moet delen door nf. En dan heb ik dus de natuurlijke logaritme van de verhouding tussen concentratie aan ijzerionen en de concentratie aan koperionen. Ik kan van dit minteken een plusteken maken door in dat natuurlijke logaritme die verhouding om te draaien. Waarbij dat we nu gaan kijken in het teller naar het linkerlid van de vergelijking, van de reactievergelijking. En waarbij dat we gaan kijken naar de noemer voor het rechterdeel van de reactievergelijking. En dan heb ik inderdaad de spanning tussen de elektroden gemeten. Is de spanning tussen de elektroden bij standaardvoorwaarden. En dan hebben we dus hier de term die dus een correctie geeft wanneer dat de metingen niet gebeuren onder standaardvoorwaarden. Dus dat wil hier zeggen bij gewijzigde concentraties. Nu, als we in deze getekende situatie de spanning willen meten tussen de koperelektrode en de ijzerelektrode, dan kunnen we dat hier ook toepassen in deze formule, maar dan moeten we constateren dat de E298-waarde gelijk is aan de E0298, omdat de concentratie aan ijzerionen en ook koperionen gelijk is aan 1 mol per liter en dan vervalt dus deze term. En dan kunnen we schrijven dat E0298 gelijk is aan min delta G0298 gedeeld door NF. Nu moet je wel goed opletten voor de tekens. De min sowieso moet hierbij staan. Als we gaan kijken naar de tabellen in de literatuur voor die delta G0298, hadden we daar een waarde van min 151.292 joule per mol. Dat delen we door het aantal elektronen dat overspringt in onze situatie. En dat zijn dus telkens twee elektronen. Herinnert u de halfcelreacties? En dan onze constante van Faraday is ook gekend. En als we dat gaan uitrekenen, u mag het twee keer raden, maar dan komen we dus een spanning uit van plus 0,784 volt. En dat komt dan overeen met de gemeten waarde.
Als algemeen besluit kunnen we zeggen, wanneer we veronderstellen dat een reactie een welbepaald verloop heeft van links naar rechts, dan zal het altijd zo moeten zijn dat de delta G-waarde van deze reactie kleiner moet zijn dan 0. En als we specifiek gaan kijken naar elektrochemische reacties, waarbij dat we dus ook ionen en elektronen uitwisselingen krijgen, zal men dan dikwijls zeggen dat de waarde ET groter moet zijn dan 0. En ET is de spanning gemeten tussen de kathode en de anode. Een nieuw begrip dat we gaan invoeren, dat is het standaard elektrodepotentiaal, of beter gekend onder benaming standaard reductiepotentiaal. Dat heeft ook als symbool E0298 en dat is een potentiaal dat wordt gemeten onder standaard voorwaarden. En dit potentiaal gaat men gebruiken om het gedrag van een metaal in een elektrolytische oplossing te kunnen bestuderen. En misschien nog belangrijker, dat is om metalen met elkaar te vergelijken. We maken hier opnieuw gebruik van een referentieelektrode. En onze referentieelektrode is in onze situatie een standaard waterstofelektrode of een standaard hydrogenelektrode. We gaan deze elektrode plaatsen in een galvanische cel. En dat is dan voorgesteld aan de linkerzijde. Dus dit hier is mijn referentieelektrode. En ik ga een potentiaal meten ten opzichte van de te bestuderen elektrode of het te bestuderen metaal. In dit geval is dat koper. En we zorgen ervoor dat die koper is ondergedompeld in een oplossing waarbij dat de concentratie aan koperionen gelijk is aan 1 mol per liter. De temperatuur is ook 298 Kelvin. Aan de linkerzijde hebben we dus onze referentieelektrode. En dat is hier een platina plaatje. Boven dat plaatje zit een glazen stulp met een invoerkanaal. En in dat invoerkanaal wordt waterstofgas ingeblazen onder een druk van 1 atmosfeer. Dus dat borrelt op. En dat geeft mij ook een welbepaalde reactie. De oplossing die hier aanwezig is dikwijls een HCl-oplossing. Waarbij dat de concentratie van waterstofionen ook gelijk is aan 1 mol per liter. En hier heb ik dan uiteraard opnieuw die kaliumchloride bruggen. Wat gaat er gebeuren? Wel, er kunnen twee reacties optreden. En we gaan altijd van de veronderstelling uit, en dat is belangrijk dat we dat weten, dat het metaal dat we gaan bestuderen, gaan we steeds veronderstellen dat de reactie die daar optreedt een kathodische reactie is of een reductiereactie. Dus vandaar ook de benaming reductiepotentiaal. In de situatie van koper veronderstel ik dat ik koperionen heb in de oplossing. Koperionen gaan neerslagen op het koper en ik heb dan deze kathodische reactie. En ik veronderstel dat aan de kant van de waterstofelektrode het waterstofgas gaat oxideren, zodanig dat waterstofionen worden vrijgemaakt en we krijgen dus ook twee elektronen. Dus dat is de reactie die samenvalt met de waterstofelektronen. Dat is een eerste situatie. Dan kan ik dus die spanning meten als ik allemaal aan deze voorwaarden voldoen. En ik kom dus een spanning uit, en dat is dan die E0298 van plus 0,34 volt. Belangrijk dat we dus nu wel inzien dat die spanning positief is, dus een positieve waarde, want dat is de spanning van de kathode ten opzichte van de anode. En we hebben er juist gezien, als dat een positieve waarde is, mogen we er inderdaad van uitgaan dat de reacties dus ook in de richting gaan plaatsvinden zoals ze hier getekend zijn. Een andere situatie, dat heb ik wanneer ik dat diezelfde elektrode, dus die referentieelektrode, plaats naar een ander te onderzoeken metaal. En dat is dan bijvoorbeeld een ijzerelektrode, waarbij dan ik dus hier ook opnieuw een concentratie heb van ijzerionen die overeenkomt met 1 mol per liter. Ik veronderstel opnieuw dat het metaal dat wordt bestudeerd kathodisch gaat reageren, dus een reductiereactie gaat ondergaan.
Dat wil zeggen, ijzer-2-ionen vanuit de oplossing gaan neerslagen op het ijzer. En ik veronderstel dat aan de kant van de referentieelektrode dat daar een oxidatiereactie plaatsvindt, waarin dat eveneens waterstofgas wordt omgezet tot waterstofionen. Dezelfde voorwaarden. Ik ga terug de spanning meten tussen de elektrode en de referentieelektrode. En er komt dus nu een spanning uit tussen kathode en anode die gelijk is aan min 0,44 volt. Dat is nu toch wel heel belangrijk, vooral het minteken, want het minteken duidt erop dat eigenlijk de richting waarin dat de reactie gekozen is verkeerd is en in werkelijkheid zal de ijzerelektrode fungeren als anode in deze situatie, terwijl de referentieelektrode zal fungeren als kathode. En dat is dus de betekenis van het minteken. Dus voor de koperreactie treedt inderdaad de kathodische reactie ook in werkelijkheid op. En aan de anode krijgen we dus de oxidatie van waterstof tot waterstofionen. Als we de twee halfcelreacties met elkaar optellen, krijgen we dus deze reactie. Dus inderdaad, koperionen worden omgezet naar koper en waterstof wordt geoxideerd naar waterstofionen. Indien we gaan kijken naar onze ijzerelektrode, daar zal de ijzerelektrode fungeren als anode, omwille van het feit dat de reductiepotentiaal kleiner is als 0. En zal mijn reactie dus ook in de omgekeerde richting gebeuren? Weliswaar, ijzer zal omgevormd worden naar ijzerionen. En de waterstofionen die hier in de oplossing aanwezig zijn, zullen dan ook het waterstofgas vormen. Dus hier krijgen we dus de omgekeerde reactie te wijten aan het feit dat we dus hier een minteken hebben. Ik wil er wel op wijzen dat in de situatie zoals het nu getekend is, deze reactie en ook deze reactie zeker niet zullen plaatsvinden, omdat er eigenlijk geen verbinding is tussen de twee elektroden. Dus hier staat dus geen schakelaar tussen. We hebben enkel en alleen verbinding via de voltmeter, maar we veronderstellen dat de inwendige weerstand van de voltmeter gelijk is aan oneindig. Dus vandaar dat hij dus ook geen stroom en elektronen zal doorlaten. Maar er is wel een drang, zowel van deze reactie als ook van deze reactie, om plaats te vinden. En dat kan alleen maar wanneer dat ik de twee elektroden kortsluit. In tabel 2.1 op bladzijde 2.8 van het cursushandboek worden standaard reductiepotentialen van metalen voorgesteld en ook van een aantal andere belangrijke halfcelreacties waar we dus later op gaan terugkomen. En dat is dus deze tabel. We zien ook telkens de halfcelreactie van het desbetreffende metaal. En die wordt dus altijd geschreven in reductievorm. Dus waarbij dat we dus uitgaan van de ionen en overgaan naar het vaste metaal. Zoals bijvoorbeeld bij zink. Dus we hebben hier links de ionvorm en rechts hebben we dus het vaste metaal. En het wordt ook altijd geschreven als een evenwichtsreactie, omdat een standaard reductiepotentiaal in principe een evenwichtspotentiaal is. En dit bij vaste omstandigheden, en dat zijn dan de standaard omstandigheden. We gaan metalen ook rangschikken in functie van de waarde van dat standaard reductiepotentiaal. En we zeggen, wanneer dat het standaard reductiepotentiaal groter is als 0, dan spreken we over de edele metalen. Zoals dus hier voorgesteld. Is het standaard reductiepotentiaal gelijk aan 0, dan is mijn tegenelektrode in mijn galvanische cel dus ook diezelfde waterstofelektrode. En uiteraard, dan is de bemeten spanning gelijk aan 0 volt. Hier zien we dus ook weer al de reductievorm van de waterstof-halfcelreactie, waarbij dat de ionvorm overgaat naar het waterstofgas. En dan uiteraard, als de standaard reductiepotentiaal kleiner is als 0 volt, dan spreken we over de onedele metalen. En de onedele metalen zijn dus hier gerangschikt. Dus de interpretatie van deze tabel met die waarde van die reductiepotentialen is de volgende. Dus naarmate dat het metaal een lager standaard reductiepotentiaal heeft, hoe meer dat het materiaal dus ook gaat neigen om van een vaste fase of van de vaste vorm over te gaan naar de ionvorm in een oplossing,
Dat wil eventueel ook zeggen dat het materiaal corrosiegevoeliger wordt, alhoewel dat ook altijd niet waar is, want als we bijvoorbeeld gaan kijken naar aluminium. Aluminium is een zeer onedel metaal. Kijk naar het standaard reductiepotentiaal. En toch moeten we vaststellen dat aluminium weinig of niet corrodeert wanneer dat het wordt blootgesteld in normale omstandigheden. Maar dat heeft dan te maken, en we hebben dat de inleiding ook al gezegd, dat heeft dan te maken met het feit dat bovenop het aluminium een soort beschermlaag zal ontstaan. En dus een aluminiumoxidelaag, en dat noemt men dus een passivatielaag. En die passivatielaag gaat het materiaal beschermen tegen verdere corrosie. Een volgend begrip, dat is dan de evenwichtspotentiaal of de reductiepotentiaal. Het symbool komt overeen met E298. Dit symbool heeft veel weg van het vorige begrip, namelijk de standaard reductiepotentiaal. Maar daar stond in de betekenis van het symbool ook nog een nul bij geschreven. Dus we gaan nu een reductiepotentiaal meten, waarbij dat we dus niet gaan werken onder standaardvoorwaarden, weliswaar nog altijd bij een temperatuur van 298 Kelvin. Maar de andere voorwaarden zijn misschien niet meer voldaan. Dus dat wil zeggen, de partiële drukken van gassen die in de reactie voorkomt, zal niet meer gelijk zijn aan die atmosfeer bijvoorbeeld. Of de concentraties van die ionen is niet meer gelijk aan 1 mol per liter. Een voorbeeld van een reactie, dat is de reductie van koperionen tot koper, ten koste van de oxidatie van waterstofgas tot waterstofionen. Als ik deze reactie in zijn algemene vorm wil schrijven, dan kan ik koper vervangen door het metaal. Ik ga kijken naar de algemene reactie. Ik zie daar ook N in plaats van die 2 staan. En in functie van die N kan ik dus telkens ook het aantal mol van de andere componenten bepalen. We hebben van deze reactie vroeger afgeleid wat de delta G298 waarde is. En dat is dan gelijk aan de delta G0298. En dit was dan een correctieterm, omdat we dan niet meer werken onder standaardvoorwaarden. Misschien toch nog even herhalen. In de teller staat hier altijd de activiteit van het rechterlid. Activiteit van een zuivere stof is gelijk aan 1. En dan de activiteit van uw waterstofionen komt overeen met de concentratie tot de n-de macht. En in de noemer gaan we dus altijd de activiteiten van het linkerdeel schrijven van de reactie. Dat is de partiële druk van waterstof tot de macht n op 2. En dan ook de concentratie aan methaanion. Dan via de wet van Nernst hebben we de omrekening gemaakt naar potentialen. En nu kan ik wel schrijven dat we hier te maken hebben met een evenwichtspotentiaal. En het evenwichtspotentiaal is gelijk aan het standaard reductiepotentiaal. Dan heb ik hier een term. En dat is ook weer een correctiefactor, omwille van het feit dat ik dus niet werk onder standaardvoorwaarden. U herinnert zich nog dat die normaal gezien een min zou gestaan hebben. Maar we hebben dan in die afleiding van de wet van Nernst, hebben we die min vervangen opnieuw door een plus. Op voorwaarde dat we in die verhouding naar het logaritme teller en noemer gingen omdraaien. Of met andere woorden, nu gaan we kijken in de teller naar de activiteiten van de stoffen in het linkerlid. En in de noemer gaan we kijken naar de activiteiten van de stoffen in het rechterlid. Als we een meting uitvoeren ten opzichte van een standaard waterstofelektrode, dan kan ik zeggen dat die partiële waterstofdruk gelijk is aan 1 atmosfeer. Dus die term valt weg, omdat die 1 is. En ik kan ook zeggen dat de concentratie aan waterstofionen gelijk is aan 1 mol per liter. Dus deze term valt ook weg. Dit zijn allemaal constanten en ik kan die dus mee in de rekening brengen. Zodanig, als ik dat allemaal zo wat ga uitrekenen en ga vereenvoudigen, dan kom ik uit tot de volgende formule. Waarbij dat evenwichtspotentiaal gelijk is aan de standaard reductiepotentiaal, die ik dus terugvind in tabel 2.1. En dan ook een correctiefactor die rekening houdt met een gewijzigde ionconcentratie. U kunt zich de vraag stellen, ja, van waar komt die 0,059? Wel, ik heb dat even voor jullie uitgerekend.
En dat komt dus van deze term, waarbij dat R gelijk is aan de gasconstante. En dat is dit getal. Die 298, dat is uiteraard uw temperatuur in Kelvin. N is een veranderlijk getal, afhankelijk van het metaal. En dit is hier mijn constante van Faraday. En omdat ik moet rekening houden met de omrekening van natuurlijke logaritmen naar Nijperiaanse logaritmen, moet ik dat ook nog eens vermenigvuldigen met een getal van 2,302. Als ik dat hier allemaal in rekening breng, dan kom ik eigenlijk 0,05911 uit. Maar dat is benaderend gelijk aan 0,059. En dat is de reden waarom dat dus hier die 0,059 staat gedeeld door n. Hier volgen een aantal voorbeelden van berekening van evenwichtspotentialen. En we gaan dat ook toepassen op corrosieberekeningen. En in corrosieberekeningen gaat men aannemen dat de concentratie van metaalionen in een oplossing waar dat het dus metaal is blootgesteld, en dat kan dus ook gewoon water zijn, dat die ionconcentratie altijd gelijk is aan een welbepaalde waarde en men neemt daarvoor 10 tot de min 6e mol per liter. Dus de concentratie aan die metaalionen. We gaan hier drie berekeningen doen van metalen die dus ook in deze cursus nog zullen voorkomen bij onze corrosieberekeningen. En dat is uiteraard het belangrijkste materiaal, dat is ijzer. Waarbij dat we de reactie altijd schrijven in reductievorm. Dus dat we zeggen, we gaan van ionvorm reduceren tot het vaste materiaal of het vaste metaal. We berekenen de evenwichtspotentiaal van ijzer. Waarbij dat we uitgaan van de standaard reductiepotentiaal en dan ook de correctiefactor omwille van het feit dat we ook een gewijzigde waarde hebben in verband met de concentratie. Als we de standaard reductiepotentiaal opzoeken van ijzer, die vinden we terug in tabel 2.1. Ik vul deze waarden in en ik kom voor zuiver ijzer. Kom ik een evenwichtspotentiaal uit van min 0,624 volt. Op eenzelfde manier gaan we dat ook doen voor een metaal dat ook in deze cursus zal voorkomen, dat is zink. Waarbij dat zinkionen via een reductiereactie zullen overgaan naar zuiver zink. We berekenen opnieuw de evenwichtspotentiaal van deze reactie, dat is dezelfde formule, behalve dat ik dus nu zink invul in plaats van ijzer. Ik vul ook de waarde in van tabel 2.1 in verband met die standaard reductiepotentiaal voor zink. En ik kom een waarde uit van min 0,939 volt. Dus je ziet, die berekeningen zijn eigenlijk vrij eenvoudig. En dan uiteraard gaan we dat ook doen voor een edelmetaal. En bij dat edelmetaal gebruiken we dus koper, waarbij dat koperionen worden gereduceerd tot koper. Wanneer we nu de evenwichtspotentiaal uitrekenen, komen we in plaats van een negatieve waarde een positieve waarde uit. De betekenis van de min en de plus is hier heel duidelijk. Het minteken zal hier willen zeggen dat in deze omstandigheden het ijzer niet gaat reduceren, maar wel oxideren. En de positieve waarde van het potentiaal wil dus hier zeggen dat in de omstandigheden zoals het hier nu voor ligt, het koper zal reduceren en niet zal oxideren omwille van het feit dat die evenwichtspotentiaal een positieve waarde heeft. We moeten er wel bij zeggen dat het oxideren en het reduceren van deze metalen wordt bekeken ten opzichte van die standaard waterstofelektrode. Dus dat wil zeggen, we hebben onze galvanische cel met aan de ene zijde dus die standaard waterstofelektrode. En aan de andere zijde hebben we dus het metaal met die gewijzigde concentratie van 10 tot de min 6e mol per liter. En ten opzichte van die waterstofelektrode kunnen we dus nu gaan kijken of dat het metaal gaat oxideren of gaat reduceren. We willen hier zeker ook nog de aandacht vestigen op de evenwichtspotentialen van drie belangrijke corrosie-halfcelreacties. Dus dat zijn reacties die we dus in de loop van deze cursus nog veelvuldig zullen tegenkomen. Dat is eerst en vooral de reductie van waterstofionen.
En dat is dan dikwijls in een zure oplossing. We kennen allemaal de halfcelreactie, waarbij dat we uitgaan van een reductiereactie. Die is dus hier nog eens geschreven. Deze reactie, of deze halfcelreactie, is wel belangrijk dat die gekend is. Moet je ze van buiten kennen? Wel, eigenlijk is ze niet moeilijk, maar je vindt ze ook terug in tabel 2.1 als je gaat kijken naar de tabel van die standaard reductiepotentiaal. Dus daar staat diezelfde reactie geschreven. Wanneer we de evenwichtspotentiaal van deze reactie gaan uitrekenen, vertrekken we van de standaard reductiepotentiaal, dan is dat gelijk aan deze formule, waarbij dat dit de standaard reductiepotentiaal is van waterstof, en waarbij dat we dan inderdaad ook gaan rekening houden met de voorwaarden waarop dat deze reactie gaat optreden, onder andere in dit geval de concentratie aan waterstofionen en ook de partiële waterstofdruk. Vermits dat we hier rechtstreeks de potentialen uitzetten, wil ik erop wijzen dat we nu in de teller gaan kijken naar de activiteiten links van de reactie. En dat is inderdaad de concentratie aan waterstofionen in het kwadraat. En in de noemer zetten we de activiteit van het rechte deel van de reactie. En dat is in dit geval de partiële druk van waterstof. We kunnen dit verder uitwerken, zodanig dat we op een bepaald moment deze vergelijking uitkomen. Dus een klein beetje spelen met logaritmen. Ik hoop dat iedereen dat nog kent. En als we veronderstellen dat de partieel druk van waterstofgas gelijk is aan 1 atmosfeer, dan wordt de vergelijking vereenvoudigd en zien we dat de evenwichtspotentiaal van waterstof bij een temperatuur van 298 Kelvin gelijk is aan 0,00 volt, dus 0 volt, min 0,059, dus ook weer al dezelfde factor 0,059, en in dit geval maal de pH. Want we weten dat de pH gelijk is aan min de logaritme van de waterstofconcentratie. Ik heb deze vergelijking in het rood gezet, omdat we die later ook nog opnieuw zullen terug tegenkomen. En een volgende reactie of een halfcelreactie is dan de zuurstofreductie, weliswaar in een zure oplossing. Deze reactie vinden we ook terug in tabel 2.1. En de vorm van deze reactie wordt als volgt geschreven, waarbij dat 4 waterstofionen en 1 zuurstofmolecuul plus de aanreiking van 4 elektronen geeft mij de vorming van 2 moleculen water. Waarom spreken we hier van een reductiereactie van zuurstof? Wel, hier is het oxidatiegetal van zuurstof gelijk aan 0. En als we gaan kijken naar water, daar zien we dat het oxidatiegetal van zuurstof gelijk is aan min 2. Dus we krijgen dus inderdaad een verlaging van het oxidatiegetal, of met andere woorden, we krijgen dus een reductie van de zuurstof. Wanneer we opnieuw de evenwichtspotentiaal gaan bekijken van deze halfcelreactie, dan gaan we opnieuw uit van de standaard reductiepotentiaal van deze reactie. En die zijn ook weer terug te vinden in die tabel 2.1. En dan houden we ook weer opnieuw rekening met de verschillende activiteiten van de deelstoffen die deelnemen aan deze reactie. En we zien dat in de teller, we moeten rekening houden enerzijds met de partiële zuurstofdruk. We moeten ook rekening houden met de concentratie aan waterstofionen tot de vierde macht, omdat hier ook een 4 staat. En in de noemer moeten we gaan kijken naar het rechterlid van de reactie. En daar zien we water staan en de activiteit van een zuiver stof. Dus in dit geval water is gelijk aan 1. Dus vandaar dat de noemer gewoon het getal 1 voorstel. Opnieuw wat spelen met logaritmen. En dat wordt dan hier verder uitgewerkt. Als we dan ook nog zeggen dat partiële zuurstofdruk gelijk is aan 1 atmosfeer, dan vereenvoudigt deze formule zich tot hetgeen dat hier geschreven staat. En ook weer rood gekaderd, omwille van het feit dat we later in deze cursus deze vergelijking nog opnieuw zullen moeten gebruiken.
En dan een laatste belangrijke halfcelreactie is de zuurstofreductie in een neutrale of een alkalische of basische oplossing. Deze reactie vinden we ook terug in de tabel 2.1, dus dat is een halfcelreactie, waarbij dat we dus nu uitgaan van een waterstofmolecuul of twee waterstofmoleculen plus zuurstof. Ik geef daar vier elektroden bij en dan krijg ik 4OH, dus 4 maal hydroxide. We vinden de potentiaal van deze reactie, of de standaard reductiepotentiaal van deze reactie, vinden we ook terug in tabel 2.1. Op dezelfde manier als dat dus ook de reactie geschreven is. En als we nu terug gaan kijken naar de evenwichtspotentiaal van deze reactie, het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer, dan gaan we uit van de standaard reductiepotentiaal van deze reactie. En nu gaan we terugkijken naar de activiteiten, waarbij dat aan de linkerzijde enkel alleen de activiteit van zuurstof meespeelt, omdat dat dus die partieeldruk van zuurstof is. En als we gaan kijken aan de rechterzijde, daar heb ik dus de concentratie van hydroxide-ionen, die dus ook gaat meetellen, uiteraard hier ook tot de vierde macht. Ik ga dat opnieuw uitwerken. En dat is een iets grotere berekening, waarbij dat ik erop wil wijzen dat we op een bepaald moment hier kijken naar log hydroxide-ionen, dus concentratie hydroxide-ionen. En dan hebben we in onze inleiding gezegd van min log concentratie hydroxide-ionen komt overeen met de pOH-waarde, dus vandaar dat dat hier vervangen is door de pOA-waarde. En in de inleiding hebben we ook gezegd dat er een verband bestaat tussen pOA en de pH-waarde, maar de som van beiden moet gelijk zijn aan 14. Dus dat is daar ook bewezen. Als ik dan op een bepaald moment ook weer ga zeggen dat we de zuurstofdruk gelijk nemen aan 1 atmosfeer, dan krijg ik daar een derde vergelijking, die dus ook weer belangrijk is. Maar als we deze vergelijking gaan vergelijken met de vorige vergelijking, dan zien we dat dat eigenlijk dezelfde vergelijking voorstelt. Dus dat wil zeggen, als we zuurstofreductiereacties gaan schrijven, of dat we ze nu gaan schrijven onder deze vorm of onder de vorige vorm, eigenlijk komt het altijd op hetzelfde neer, want dat is dus de evenwichtsvergelijking van deze reactie. Wanneer we nog even op tabel 2.1 kijken, dat is die tabel met die standaard reductiepotentialen en die halfcelreacties. Dat is een tabel die je dus ook gaat krijgen op het examen. En de daar juist besproken reacties zijn daar zeker ook op terug te vinden. Die zijn zelfs in het rood gemarkeerd. Dus dat is onze tabel. En onze eerste reactie, dat was de reductie van waterstofionen in een zure oplossing. Dat is gelijk aan deze reactie met een standaard reductiepotentiaal van 0,00 volt. Onze tweede reactie situeert zich onderaan en dat is de zuurstofreductiereactie in een zure oplossing. We zien daar ook het getal staan plus 1,229 volt. Dat was dus ook die standaard reductiepotentiaal die hebben we ingevuld. En dan onze laatste reactie, ook in het rood gemarkeerd, bevindt zich dus hier. Dus de halfcelreacties zijn belangrijk. Je moet ze begrijpen, maar je moet ze niet van buiten leren, omwille van het feit dat je deze tabel dus ook gaat krijgen op je examen. Wat je wel moet kunnen, dat is het opstellen van die vergelijkingen, waarin dat de evenwichtspotentialen worden berekend in functie van de pH van de oplossing. En tenslotte nog een besluit of een samenvatting. We grijpen terug naar onze eerste reactie, waarbij dat we koperionen gaan reduceren tot koper. En dit ten koste van het ijzer, dat gaat oxideren naar ijzerionen. We kunnen dit voorstellen door een reactie in een galvanische cel. En nu gaan we een galvanische cel tekenen met drie elektroden, waarbij dat we gaan werken met een soort van tussenelektrode. En dat is dan die standaard waterstofelektrode. We weten van de standaard waterstofelektrode dat de potentiaal wordt gelijkgesteld aan 0 volt. Wanneer ik ga kijken in tabel 2.1, vind ik onder standaardvoorwaarden
ook de standaard reductiepotentiaal terug van ijzer. En dat is gelijk aan min 0,447 volt. Wanneer ik ga kijken aan de kant van het koper, uiteraard hier ook met een concentratie aan koperatoom of koperionen gelijk aan 1 mol per liter, dan heb ik daar als standaard reductiepotentiaal plus 0,337 volt. Ik kan hier sowieso zeggen dat de ijzerelektrode zal optreden als anode. En ik kan ook zeggen dat de koperelektrode in dit geval zal optreden als kathode, omdat dat dus een meer positief potentiaal heeft. Wanneer ik nu beide elektroden met elkaar zou kortsluiten, dan zal aan de anode deze reactie optreden en aan de kathode zal dan deze reactie optreden. En uiteraard, mijn ijzerelektrode wordt in dit geval negatief en mijn koperelektrode is in dit geval dus positief. Wanneer ik de som neem van de twee deelspanningen, dan krijg ik een totaalspanning eveneens ook van 0,784 volt. Plus, omwille van het feit dat we de spanning meten tussen de kathode en de anode. Dus onze veronderstelling dat we dus inderdaad de koperelektrode als kathode nemen, is juist verondersteld. En ook de veronderstelling dat we de ijzerelektrode als anode nemen, is dus ook een goede veronderstelling. Dus de reactie zal dus inderdaad opgaan van links naar rechts. Een belangrijk besluit, dat is dat de halfcelreactie met de hoogste evenwichtspotentiaal altijd zal optreden als kathodische reactie, terwijl de halfcelreactie met de laagste evenwichtspotentiaal altijd zal optreden als anodische reactie. Voor een tweede punt van ons besluit gaan we naar een proefopstelling, waarin dat we drie elektroden gebruiken in een oplossing met metaalionen. We hebben een tegenelektrode van een willekeurig metaal. We hebben onze standaard waterstofelektrode. En we hebben ook de elektrode van het metaal dat we willen bestuderen. Tussen de tegenelektrode en de metaalelektrode plaats ik een gelijkstroombron met een regelbare spanning. En ik meet de spanning tussen het metaal en de standaard waterstofelektrode. Nu kunnen er zich drie situaties voordoen. En een eerste situatie zou kunnen zijn dat ik hier de spanning ga regelen zodanig dat de spanning afgelezen van de voltmeter perfect overeenkomt met de evenwichtspotentiaal. En die evenwichtspotentiaal is afhankelijk van de standaard reductiepotentiaal van het metaal en uiteraard ook de concentratie van metaalionen in de oplossing. Dus veronderstel dat de gemeten potentiaal overeenkomt met het evenwichtspotentiaal, dan is die halfcelreactie in evenwicht en heb ik netto gezien geen materiaaloverdracht. Veronderstel nu de tweede situatie waarbij dat we de spanning lager gaan nemen dan het evenwichtspotentiaal. Dus we gaan dat ook weer doen door het regelen van die gelijkstroombron. Dan kunnen we zeggen dat het metaal in principe meer negatief wordt, want we gaan onze spanning verlagen. En dat wil zeggen dat positieve ionen vanuit de oplossing meer worden aangetrokken door het metaal omwille van het feit dat positief en negatief elkaar aantrekt. Of met andere woorden, als we dan gaan kijken naar de reactie, zullen positieve ionen neerslagen op het metaal en verloopt de reactie naar rechts. En dan hebben we ook nog een derde situatie, waarbij dat we kunnen zeggen dat het potentiaal van de elektrode groter zal zijn dan het evenwichtspotentiaal. Dit wil dan zeggen dat de elektrode meer positief zal worden, zodanig dat positieve ionen worden afgestoten door de elektrode. Of met andere woorden, als we dan gaan kijken naar de reactie, dan zal die dus hoofdzakelijk naar links verlopen.
Men zegt dan dikwijls voor een potentiaal lager dan de evenwichtspotentiaal zal deze halfcelreactie zich kathodisch gedragen. En uiteraard voor een potentiaal hoger dan de evenwichtspotentiaal zal deze halfcelreactie zich anodisch gedragen. In de cursus wordt dikwijls kathodische reacties voorgesteld door een groene kleur, omwille van het feit dat het dus niet zo gevaarlijk is. Een anodische reactie komt dikwijls overeen met een corrosiereactie, vandaar dat in de cursus deze reacties dikwijls ook in het rood worden aangeduid. Dus een gevaarlijke. Een andere benadering die eigenlijk op hetzelfde neerkomt, dat is het volgende. We vertrekken van de mathematische berekening van de evenwichtspotentiaal, die dus inderdaad afhankelijk is van de standaard reductiepotentiaal en ook de concentratie aan metaalionen. Als ik mijn potentiaal van mijn elektrode wijzig zodanig dat die niet meer overeenkomt met het evenwichtspotentiaal, zal de natuur streven altijd naar evenwicht en zal hij van dat nieuwe potentiaal opnieuw trachten een evenwichtspotentiaal te maken. Dus drang van de natuur om te streven naar evenwicht is hier belangrijk. Veronderstel nu dat we de potentiaal van de elektrode groter maken dan de evenwichtspotentiaal. Dan wil hij daar terug een evenwichtspotentiaal van maken. Dus dat wil zeggen, als ik dit wil laten stijgen dan in mijn berekening, dan kan het niet anders zijn als ook dat de concentratie aan metaalionen in de oplossing zal moeten stijgen. Of met andere woorden, concentratie aan metaalionen als dat zal stijgen, komt dat neer op een verschuiving van de reactie van rechts naar links. Op eenzelfde manier kan ik zeggen, als het potentiaal van mijn elektrode kleiner zal zijn dan de evenwichtspotentiaal, is er opnieuw een streven naar evenwicht, waardoor dat die evenwichtspotentiaal in vergelijking met de oorspronkelijke situatie kleiner wil zijn, dus die gaat dalen. En dat kan maar op één manier gebeuren in deze formule, door ook het aantal of de concentratie aan metaalionen dus ook te laten dalen. En vandaar dat in die situatie, als we gaan kijken naar de reactie dus naar rechts zal verlopen. Dus daling van metaalionen kan enkel gebeuren door de reactie te laten verlopen van de linkerzijde naar de rechterzijde. En dat is eigenlijk dezelfde conclusie als de conclusie die we dus ook daar straks hebben getroffen. In hoofdstuk 2 gaan we spreken over de potentiaal pH-diagrammen. Of dat wordt ook wel de Purbet-diagram genoemd en die benaming is eigenlijk beter gekend. Purbet was een professor aan de Universiteit van Luik. En dat is eigenlijk de grondlegger van deze diagrammen. Nu, deze diagrammen is een grafische voorstelling, maar dat geeft mij informatie in verband met het al of niet optreden van corrosie, in functie van het milieu en dikwijls ook in functie van de pH van de oplossing. Geeft mij ook informatie in verband met de samenstelling van corrosieproducten, indien corrosie zou optreden. En dit doe ik allemaal in functie van de pH. En vervolgens, en dat is een laatste functie of een laatste gegeven dat je dus kan opvragen bij die Purbet-diagrammen, dat is wat is de noodzakelijke potentiaaldaling die nodig is om aan je metaal een soort van kathodische bescherming te geven als corrosiepreventiemaatregel. Daar gaan we zeker later ook nog op terugkomen, want corrosiepreventie door middel van kathodische bescherming is een van de maatregelen die zeer veel wordt gebruikt om corrosie te vermijden in een installatie. We gaan van start met het zeer eenvoudige Purbet-diagram van Waters. En in een Purbet-diagram wordt verticaal de potentiaal voorgesteld in volt. En gaan we horizontaal voorstellen de pH van de oplossing, die hier gaat van 0 tot 14. We weten, een zure oplossing is een lage pH, dus kleiner dan 7. Een basische oplossing heeft een pH groter dan 7. En een neutrale oplossing zit met een pH-waarde rond de 7. Een eerste reactie die we gaan voorstellen
In dit Purbeck-diagram, dat is eigenlijk dus een evenwichtslijn. En we weten in water zitten dus ook altijd waterstofionen. En een reactie zou kunnen zijn dat die waterstofionen gaan reduceren tot waterstofgas. En dat is de reactie die hier beschreven is. We hebben reeds van deze reactie de evenwichtspotentiaal uitgerekend. We hebben ook rekening gehouden met een partiële waterstofdruk van 1 atmosfeer. En dan kwamen we uit op deze vergelijking, waarbij dat de evenwichtspotentiaal wordt geschreven in functie van de pH van de oplossing. Stellen we dat grafisch voor in dat Purbeck-diagram, dan komt dat overeen met een eerste lijn, we noemen dat lijn A. En die lijn heeft dus dit verloop. Dus inderdaad, voor een pH gelijk aan 0 is dus ook de potentiaal gelijk aan 0. Dus dat is een evenwichtslijn. We zouden kunnen zeggen wanneer dat we deze Hall-celreactie brengen op een potentiaal dat lager is dan die evenwichtspotentiaal, dan hebben we gezien dat deze reactie, dit is altijd kathodisch zal reageren. Of met andere woorden, dan gaat deze evenwichtsreactie zich verplaatsen naar rechts. Dan krijg ik een verloop naar rechts. En we hebben ook de kathodische reactie genoemd. Dat heeft te maken met ons laatste besluit. En als we de potentiaal hoger nemen dan de evenwichtspotentiaal, dan krijgen we uiteraard de reactie die verloopt van rechts naar links, dus voorgesteld hier door de rode pijl. En dan ging die reactie dus ook anodisch reageren. Als ik dat nu ga voorstellen in het Purbeck-diagram, dan kan ik eigenlijk zeggen dat onder de evenwichtslijn de potentiaal inderdaad lager is. En dan krijgen we dus de vorming van waterstofgas. En wanneer dat wij ons bevinden boven de evenwichtslijn, is de potentiaal hoger en gaan we de vorming krijgen van waterstofionen. Dit gebied kan ik zeker al aanduiden, dus in dit gebied zal er altijd waterstofgas worden gevormd. En ik ga dit gebied kleuren. En we kleuren dat op dezelfde manier als in de cursus, we gaan dat dus ook in het roos kleuren. Een tweede belangrijke Hall-celreactie, en dat is ook omdat er altijd in water zuurstof aanwezig is, dat is de reductiereactie van zuurstof. We hebben dat gezien in twee vormen. In een zure oplossing hebben we de reactie geschreven in deze vorm. In een neutrale tot basische oplossing hebben we de reactie geschreven onder deze vorm. We hebben ook geconstateerd dat voor beide reacties de berekening van de evenwichtspotentiaal op dezelfde manier gebeurt, namelijk komt dus overeen met deze vergelijking. Wanneer ik deze vergelijking voorstel in mijn Purbeck-diagram, komt dat overeen hier met de blauwe lijn, dus lijn B. En ik kan op eenzelfde manier als daar juist ook weer zeggen, als de potentiaal kleiner is dan de evenwichtspotentiaal, dan gaat deze reactie kathodisch reageren, of met andere woorden, dan worden daar hydroxide-ionen gevormd. En op eenzelfde manier kan ik zeggen, als de potentiaal groter is dan de evenwichtspotentiaal, dan gaat diezelfde reactie anodisch reageren. Of dat wil zeggen, mijn water gaat eigenlijk ontbinden en er komt dus zuurstof vrij. Ik ga dat ook tekenen in het Purbeck-diagram, dus boven de blauwe lijn, de vorming van zuurstofgas. Op eenzelfde manier als in de cursus gaan we dus ook de verschillende oppervlakken kleuren. In het gebied waar dat dus water stabiel blijkt te zijn, dat is het groene gebied, omdat ik daar hier ontwikkeling krijg van gassen, zowel waterstofgas als ook van zuurstofgas. En als ik ga kijken naar het blauwe gebied, daar krijg ik dus altijd de ontwikkeling van zuurstofgas. Aan de hand van het Purbeck-diagram kunnen we dus ook nu grafisch gaan bepalen dat inderdaad de natuur streeft naar evenwicht. En we beschouwen een praktisch voorbeeld.
een oplossing, of een zure oplossing in dit geval, met een pH gelijk aan 2. In deze oplossing veronderstellen we dat de waterstofreductiereactie plaatsvindt. En de potentiaal waarop dat deze halfcelreactie plaatsvindt is min 0,4 volt. Dat wil zeggen, als ik dat wil voorstellen in het Purpeediagram, kijk ik gewoon naar de coördinaten en dan heb ik dus dit punt hier. De desbetreffende reactie is inderdaad reductie van waterstofionen. Ik kan de evenwichtspotentiaal van deze reactie uitrekenen bij een pH gelijk aan 2. En dat is dan gelijk aan min 0,118 volt. En als ik die evenwichtspotentiaal voorstel in mijn Purpeediagram, dan is dat een punt van die rode lijn, dus hier voorgesteld. Ik zie nu dat de werkelijke potentiaal lager is dan de evenwichtspotentiaal. En dat was één van onze besluiten. Dan gaat inderdaad de reactie optreden naar rechts en zal ze dus ook kathodisch optreden. Of met andere woorden, in werkelijkheid krijg ik dus deze reactie, waarbij dat waterstofionen uit de oplossing worden ontnomen om dan het waterstofgas te vormen. Wanneer deze reactie optreedt en we veronderstellen dat de oplossing niet oneindig groot is, maar een beperkt volume heeft, dan krijgen we dus inderdaad een daling van de concentratie van waterstofionen in de oplossing, of met andere woorden, de pH van de oplossing zal dus stijgen. We kunnen ons nu afvragen, wanneer gaat de reactie stoppen? Wel, de reactie zal stoppen wanneer dat we dus inderdaad terug evenwicht hebben, of met andere woorden, is mijn potentiaal blijvend op min 0,4 volt, dan zal de reactie stoppen wanneer dan ik inderdaad mijn punt ga verleggen van hier naar daar, want dan zit ik terug op mijn evenwichtssituatie. We kunnen dat uitrekenen, namelijk min 0,4 volt, dus het aangelegde potentiaal, is dan gelijk aan het evenwichtspotentiaal, waaruit volgt dat de pH in die situatie gelijk zal zijn aan 6,78. Via datzelfde Purpeediagram kunnen we nu ook bewijzen dat indien we in water, dus neutraal water, twee elektrodes plaatsen met daartussen een gelijkstroomspanning waarvan de waarde groter is als de waarde die hier is voorgesteld, dan zal aan de positieve elektrode zuurstofgas worden ontwikkeld en aan de negatieve elektrode zal dan waterstofgas worden ontwikkeld. En men spreekt dan over de elektrolyse van water. Dus water gaat in principe op een elektrische manier ontbinden in twee stoffen, enerzijds waterstofgas en anderzijds dus ook het zuurstofgas. In het volgende videofragment krijg je een demonstratie van deze elektrolyse van water. Het eerste Purpeediagram dat we uitvoerig gaan behandelen is het Purpeediagram van zink en dat in een waterige oplossing, waarbij dat we bij de opbouw van het diagram zeker toch een aantal afspraken willen nakomen. En dat is, het zijn eigenlijk vereenvoudigingen. En in een eerste vereenvoudiging zeggen we dat wanneer we te maken hebben met ionconcentraties, en we zullen zien dat dat ionenconcentraties zijn van zinkionen en ook van zinkoxide-ionen, gaan we altijd afspreken dat we die waarde van die concentraties gelijk nemen aan 10 tot de min 6e mol per liter. En in een tweede afspraak gaan we aannemen dat alle partiële drukken van de gassen die deelnemen aan reacties, en dat zijn bij ons de partiële drukken van waterstof en zuurstof, nemen dus ook gelijk aan 1 atmosfeer. Dan gaan we kijken naar de opbouw van zo'n diagram. Dus we gaan dat in detail bespreken. We gaan dat ook maar voor één diagram doen, zodanig dat we toch iets weten in verband met de opbouw en ook met de interpretatie van die diagrammen. En voor zo'n diagram op te stellen, dan gaan we altijd teruggrijpen naar de molaire standaard gipsvormingsenergieën. Dat is iets dat we besproken hebben in onze inleiding.
Nu, wij gaan gegevens gebruiken uit de literatuur, dus uit tabellen in de literatuur. Ik heb deze tabellen niet opgenomen in de cursus, omwille van het feit dat we dat maar één keer gaan toepassen als voorbeeld. En als we gaan kijken naar die waarden, dan gaan we eerst en vooral kijken naar de Mollijnen standaard gipsvormingsenergieën wanneer het gaat over de corrosieproducten van zink. En de corrosieproducten van zink zijn: enerzijds zink kan worden omgevormd tot zinkionen. En dan zien we hier de Mollijnen standaard gipsvormingsenergie van het product voor 1 mol, wordt uitgedrukt in joule per mol zoals we weten. Het is een negatieve waarde, ook belangrijk. Hier krijgen we dan diezelfde waarde voor zinkhydroxide. En er is ook nog een derde mogelijke corrosievorm of corrosieproduct. Dat is zinkoxide tweewaardig min, waarvan dat we dus ook de Mollijnen standaard gipsvormingsenergie kunnen noteren. We gaan ook een aantal reacties opschrijven, waarbij dat nog andere stoffen zullen deelnemen. En onder andere, we zullen te maken hebben met water. Water heeft ook een Mollijnen standaard gipsvormingsenergie en dat heeft dan deze waarde. En dan zien we, en dat maakt het eigenlijk ook wel iets eenvoudiger, dat de Mollijnen standaard gipsvormingsenergieën voor waterstofionen, dat die gelijk is aan 0. Als ook de Mollijnen standaard gipsvormingsenergie voor zuiver zink is ook gelijk aan 0 joule per mol. We gaan al meteen over naar een eerste corrosiereactie. En dat is misschien de eenvoudigste corrosiereactie, waarbij dat we dit ook gaan voorstellen in het Purbeck-diagram door middel van een evenwichtslijn. En de eerste reactie die we gaan beschouwen, dat is de reactie waarbij dat zinkionen overgaan naar zink. Misschien toch een opmerking die geldig is voor alle reacties. De reacties worden steeds geschreven in de reductievorm. Dus dat wil zeggen, we vertrekken van zinkionen en we gaan over van zinkionen naar zink. Dus in dit geval worden dus de zinkionen gereduceerd zoals dat we gezien hebben. We gaan rechtstreeks ook nu de evenwichtspotentialen uitrekenen. En we vertrekken vanaf die Mollijnen standaard gipsvormingsenergieën. Ik ga gewoon de formule reeds opschrijven. Het zal wel duidelijk worden wat daar de oorsprong van was. Even goed kijken. Als we gaan kijken naar gipsenergieën, dan gaan we altijd kijken eerst aan de rechterkant en dan aan de linkerkant. Of met andere woorden, als ik gipsenergieën met elkaar wil optellen, vertrek ik altijd in de reactie rechts. En hier heb ik dan zuiver zink. En ik weet sowieso dat de gipsenergie voor zuiver zink gelijk is aan 0. En aan de linkerkant, dat trek ik dus af, heb ik dus mijn zinkionen. En zinkionen heeft dus wel een welbepaalde waarde. Dan met behulp van de wet van Nernst hebben we gezegd van ja, oké, je mag overgaan van Mollijnen standaard gipsvormingsenergieën naar eventueel spanning of potentiaal. Dus hier hebben we dus de evenwichtspotentiaal. En het verband is delta G gedeeld door NF, maar dan met dat bewuste minteken daarbij. We gaan dat ook al uitrekenen. Dus we hebben dus hier in dit geval hebben we dan dus de standaard reductiepotentiaal van die reactie. En dan moet ik ook nog mee rekening houden dat mijn zinkionenconcentratie niet gelijk is aan 1 mol per liter, maar in ons geval gelijk is aan 10 tot de min 6e mol per liter. En dat was dus dat getal 0,059 delen door N. Let goed op, hier staat een plusteken. Omwille van het feit dat we dus nu bezig zijn met spanningen, hebben we gezegd, als we gaan kijken naar het logaritme, gaan we in de teller altijd plaatsen het linkerdeel van de reactie en in de noemer plaatsen we het rechterdeel van de reactie. Maar vermits dat in het rechterdeel van de reactie zuiver zink staat en we weten dat de activiteit van zuiver zink gelijk is aan 1, krijg ik dus na het logaritme enkel alleen de zinkionenconcentratie waarmee ik dus moet rekening houden.
Als ik dat allemaal invul met de juiste getallen, dan kom ik een constante waarde uit. En dat is gelijk aan min 0,939 volt. We hebben die waarde ooit nog eens terug tegengekomen of terugberekend wanneer we in onze oefening de evenwichtspotentiaal van zink hebben berekend. En dit ook met een concentratie van 10 tot de min 6e mol per liter. Dan kwamen we dus ook inderdaad datzelfde getal uit. Dus dat stelt een lijn voor in het Purbet-diagram. Vermits dat deze spanning onafhankelijk is van de pH, zal dat een lijn zijn die in het Purbet-diagram een horizontaal verloop kent. Dus als ik deze horizontale lijn voorstel in het Purbet-diagram, hebben we er juist gezegd, dat is inderdaad een horizontale lijn. Dus hier aanduiding van min 0,939 volt. Horizontale lijn en die loopt in principe door tot pH gelijk aan 14. Meteen wil ik er ook al bij zeggen, wanneer dat het potentiaal van zink boven het evenwichtspotentiaal wordt gebracht, dan hebben we in die besluiten van daar straks gezegd van ja, dan gaan we een oxidatiereactie gaan uitlokken of een anodische reactie, dus waarbij dat de opgetekende reactie in de omgekeerde richting zal plaatsvinden. En dan krijgen we dus inderdaad een uitstoot van zinkionen. En dat is dan ook hetgeen dat hier is voorgesteld. Ik kan ook al zeggen dat in dit Purbet-diagram, omwille van het feit dat we te maken hebben met water, die twee evenwichtslijnen van water dus ook altijd worden opgetekend. En dat zijn dus de stippenlijnen die hier zijn voorgesteld. Brengen we de potentiaal onder deze evenwichtslijn, dan gaat de reactie opgaan in de richting dat wij dus eigenlijk ook veronderstellen, dus een reductiereactie. En dan krijgen we in principe hier zinkionen die opnieuw overgaan naar zink. Dus dat is de voorstelling van de eerste reactie of de eerste halfcelreactie in het Purbet-diagram. Een volgende halfcelreactie die we onder de loep gaan nemen, dat is de reductie van zinkhydroxide. Dus ik wil zinkhydroxide opnieuw laten overgaan naar zuiver zink. Dat wil zeggen dat die zuurstof en die waterstof beiden moeten dus hier verdwijnen. Zuurstof kan ik laten verdwijnen door dat te laten overgaan in een watermolecule. Dus dan ga ik hier die zuurstof ook binden, dat is die zuurstof van hier. En dan moet ik ook dat die waterstof hier wegkrijgen, die ga ik dus ook in die watermolecule brengen. Maar dan heb ik eigenlijk nog twee waterstoffen nodig, buitenaf. Dat zijn dus die twee waterstofionen die ik hier heb. En die gaan dan ook over naar het watermolecuul. Let nu wel goed op, ik heb hier een neutrale molecule. Ik heb daar waterstof aan toegevoegd, waterstofionen. Hier heb ik ook alles neutraal, want dat is zuiver zink plus water. Wil ik dit ook neutraal maken? Dan moet ik dus hier ook twee elektronen aan toevoegen. En dat is dan inderdaad ook weer typisch voor een reductiereactie. Gaan we kijken naar de evenwichtspotentiaal van deze reactie, dan komt dat in het principe op hetzelfde neer als van de vorige reactie. Voor de gipsenergieën kijk ik eerst naar het rechterlid. En daar is de gipsenergie enkel alleen van belang van zuiver water. Verwijs dat dat hier 2 mol is, kan ik dus hier ook die 2 hier invullen. De gipsenergie van zink is gelijk aan 0, dus daar moet ik hier rekening mee houden. En als ik ga kijken in het rechterdeel, dan heb ik enkel alleen maar rekening te houden met de gipsenergie van zinkhydroxide. En die is dus ook gegeven, en dat is maar 1 mol, dus vandaar dat hier ook maar 1 maal delta G bij staat. Vervolgens deel ik dat door NF, waarbij dat N gelijk is aan 2. F is de constante van Faraday. En ik mag zeker nooit vergeten, denk aan die afleiding van de wet van Nernst, van hier dat min tegen te plaatsen. Vervolgens heb ik terug die factor 0,059, ook gedeeld door 2 in dit geval, N is gelijk aan 2. En ik ga dus eerst kijken naar de activiteiten van het linkerlid. Die zet ik in de teller, want we zijn met spanningen bezig. En daar heb ik enkel alleen de concentratie van waterstofionen die van belang is.
omdat de activiteit van zinkhydroxide, gelijk is aan 1, want dat is een zuivere stof. Activiteit van zink is ook gelijk aan 1. En de activiteit van zuiver water is ook gelijk aan 1. Ik vul dat allemaal in. Dus allemaal die verschillende getallen. Dus deze getallen haal ik dus inderdaad van de gegevens van daarstraks. En als ik dat zo wat uitreken, dan kom ik deze vergelijking uit. Als ik deze vergelijking op zijn beurt ook uitteken in het Bourbet-diagram, dat hebben we dan hier gedaan, dan kom ik uit op lijn 2. En de lijn die van belang is, dat is de lijn die start vanaf het snijpunt hier met die horizontale lijn. Nu, om die lijn te construeren, bent u best dat je eerst gaat kijken bij een pH gelijk aan 0. Dan is de waarde van de potentiaal gelijk aan min 0,442. En dat komt overeen met dit punt. En dan kan ik die verder doortrekken, dus naar beneden. En kom ik dus hier automatisch uit op lijn 2. Breng ik de potentiaal van zink boven deze evenwichtspotentiaal, dan krijgen we de reactie die zal opgaan in oxidatievorm. Dus dat wil zeggen, ik ga dan van rechts naar links. En dan krijg ik dus de vorming van zinkhydroxide. Breng ik de potentiaal van mijn zinkelektrode lager dan deze bewuste evenwichtspotentiaal, die dus afhankelijk is van de pH, dan zal het de zinkhydroxide reduceren tot zink. Vandaar dat boven deze schuine lijn reeds de corrosieproducten zijn vermeld, omwille van het feit dat hier de potentiaal dus hoger zal zijn dan die bewuste evenwichtspotentiaal. En tenslotte onze laatste halfcelreactie, dat is de reductie van die zinkoxide-ionen. Die zinkoxide-ionen, als ik die wil reduceren naar zink, moet hier die zuurstof vrijkomen. Die breng ik hier in dat watermolecuul. Vandaar dus 2 mol water. Dan heb ik uiteraard hier ook 4 waterstoffen, die ik hier nog niet terugvind, maar ik kan die daar wel inbrengen door hier 4 waterstofionen in te brengen. Als ik nu ga kijken naar de elektrische lading van het linkerdeel en het rechterdeel, kan ik zeggen in het rechterdeel heb ik een volledige neutraliteit. Als ik ga kijken links, zit ik met tweewaardig min van dat zinkoxide. Ik heb er ook 4 waterstofionen aan toe moeten voegen om hier de balans te maken. Dus dat wil zeggen, min 2 plus 4 is gelijk aan plus 2. En dat ga ik dan compenseren door 2 elektronen erbij te brengen. En dat is dan inderdaad ook weer typisch voor die reductiereactie. Gaan we kijken naar de berekening van de evenwichtspotentiaal. Oké, voor de evenwichtspotentiaal gaan we dus eerst kijken naar het rechterlid. Inderdaad opnieuw 2 keer de Gibbs-energie van water. Als ik ga kijken naar het linkerlid, dan moet ik daarvan aftrekken de Gibbs-energieën van dat zinkoxide-ion, hier mol. Vervolgens ga ik dat moeten delen door NF, waarbij dat N gelijk zal zijn aan 2. F is de constante van Faraday. Nooit vergeten van het minteken daarvoor te plaatsen. En dan, als we dan toch op niveau van potentialen bezig zijn, gaan we dus ook die correctiefactor ingeven, omdat we dus niet voldoen aan standaardvoorwaarden. Terug opnieuw die 0,059 gedeeld door N, met N gelijk aan 2. Ik ga nu eerst kijken naar de activiteiten in de teller. En daar heb ik als activiteit concentratie aan zinkoxide-ionen. En dat is dan gelijk aan 10 tot de min 6e. Dat was onze beginvoorwaarde. Dan heb ik de concentratie aan waterstofionen, ionen tot de 4e macht. En dat moet ik dan delen door de activiteiten in het rechterdeel. Maar de activiteit van zink is 1. En de activiteit van water is ook gelijk aan 1. Als ik dat nu allemaal ga invullen, dan kom ik op een bepaald moment opnieuw tot een vergelijking van een rechte.
die hier nu geschreven staat. Ik moet het zelf allemaal maar eens uitrekenen. En als ik dat ga inbrengen in mijn Purbet-diagram, deze vergelijking, dan is dat rechte 3 die dus hier loopt, die op een bepaald moment een snijpunt heeft met rechte 2. Maar als ik daar geen rekening mee hou en ik laat die rechte 3 doorlopen tot pH gelijk aan 0, dan moet ik hier de waarde uitkomen van plus 0,263 volt. En dat klopt ongeveer met hetgeen dat hier wordt geconstrueerd. En dan ook weer gelijkaardig met de vorige reacties. Wanneer de potentiaal van het zink groter is dan de evenwichtspotentiaal, dan zal de reactie verlopen van rechts naar links. Dus dan krijgen we dus een oxidatiereactie en worden er zinkoxide-ionen vrijgegeven. Dus dan zitten we hier in dit gebied, dus boven de groene lijn. En uiteraard, wanneer dat de potentiaal van mijn zinkelektrode lager is als deze evenwichtspotentiaal, dan zit ik hier in dit gebied te werken, dan zullen zinkoxide-ionen opnieuw worden gereduceerd tot zink en verloopt de reactie dus inderdaad van links naar rechts. Omdat de natuur streeft naar systemen met de laagste energieinhoud, zal in deze situatie dus ook altijd gekozen worden voor het corrosieproduct met de laagste evenwichtspotentiaal. Vandaar dat de drie lijnen dus ook elkaar gaan afwisselen in functie van de pH. We merken ook op dat er snijpunten zijn, dus enerzijds tussen lijn 1 en lijn 2 heb ik hier een snijpunt en als we dat gaan uitrekenen is dat bij een pH van 8,44. En daar hebben we dus evenwicht tussen enerzijds het corrosieproduct zinkionen en anderzijds ook het zinkhydroxide. Wanneer we gaan kijken naar het tweede snijpunt tussen lijn 2 en lijn 3, en dat is dan gelegen bij een pH van 11,95. Daar heb ik dan ook weer opnieuw evenwicht tussen enerzijds het zinkhydroxide en anderzijds het zinkoxide als ion. Vandaar dat we die snijpunten dus ook kunnen verbinden verticaal naar boven. En dan hebben we in principe dus ook een soort van evenwichtslijnen tussen de verschillende corrosieproducten. Uitgaande van het Purbet-diagram kunnen we dus nu eigenlijk al besluiten dat in een zure tot neutrale oplossing en zelfs tot en met een pH van 8,44 we altijd zinkionen als corrosieproduct zullen hebben. Wanneer de pH gelegen is tussen 8,44 en 11,95, dan zullen er hoofdzakelijk zinkhydroxides ontstaan als corrosieproduct. En is de pH groter dan 11,95, dan krijgen we het ontstaan van zinkionen, maar dan wel in zinkoxidevorm. Dit is enkel en alleen geldig uiteraard wanneer de potentiaal van het zink op een hogere waarde wordt gebracht dan de evenwichtspotentialen die dus ook in functie zijn van de pH van de oplossing. Dus in het ontstane Purbet-diagrammen van zink kunnen we dus nu verschillende deeloppervlakken van elkaar onderscheiden. En ik heb hier die vlakken gekleurd. En een eerste soort van gebieden, dat zijn gebieden waarin dat zink overgaat naar zijn ionvorm. En dat kan zijn dat dat zink 2 plus is, of dat kan ook zijn dat dat zinkoxide 2-waardig min is. Die gebieden zijn dus hier in het roze aangeduid. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat in deze gebieden het metaal gaat oplossen als het ware in de oplossing. Er wordt bovenop het materiaal geen vaste corrosielaag gevormd en vandaar dat die corrosie hier altijd aanwezig zal blijven tot wanneer het materiaal volledig is opgelost. Dat is dus een heel gevaarlijke corrosievorm. Vandaar dat we deze gebieden dus ook wel dus de actieve gebieden noemen. In het blauwe gebied krijg je
inderdaad wel een vast corrosieproduct en dat is dus dat zinkhydroxide. En dat gaat natuurlijk in de mate van het mogelijke het onderliggende zink beschermen tegen verdere corrosie. En vandaar dat men dat dikwijls een passivatielaag noemt die daar bovenop wordt gelegd. En dit noemt men dan ook het passieve gebied. Er is ook nog een derde gebied, want als ik de potentiaal van mijn installatie, dus in dit geval van het zink, breng beneden deze evenwichtspotentialen van lijn 1, lijn 2 en lijn 3, dan krijg ik eigenlijk het omgekeerde van corrosie, want dan gaan bijvoorbeeld in deze situatie zinkionen opnieuw gaan neerslagen op de installatie, dus op het metaal. Wanneer we ons bevinden in dit gele gebied, dan zegt men dikwijls, dit is het immuungebied, omwille van het feit dat daar geen corrosie zal optreden. Van dit laatste, dus van dit immuungebied, wordt dikwijls gebruik gemaakt om ook een installatie te beschermen tegen corrosie, waarbij dat men de potentiaal van de installatie zal brengen beneden deze bewuste evenwichtspotentialen, die dus een functie zijn van de pH. En wanneer we ons bevinden dan in het immuungebied, dan zal dus inderdaad dus de corrosie van die installatie stoppen. Deze corrosiepreventiemaatregel noemt men kathodische bescherming. En kathodische bescherming kan op twee manieren gebeuren. Oftewel door koppeling van onze installatie die willen beschermen met een gelijkstroombron. Dat is een eerste mogelijkheid. En een andere mogelijkheid, dat is dus het materiaal koppelen met een ander metaal, dus een meer onedel materiaal, zodanig dat wij dus op die manier ook de potentiaal van het metaal in waarde laten dalen. We gaan daar zeker nog uitvoerig op terugkomen in het verloop van deze cursus.